vrienden, ik probeer als stripvlogger natuurlijk zo breed mogelijk te lezen. Zoveel mogelijk verschillende stripmakers, maar ook zoveel mogelijk verschillende onderwerpen. En er was één onderwerp wat ik pas tegenkwam van ik dacht van hé, hey, daar heb ik eigenlijk nog nooit aandacht aan besteed. En dat is namelijk de financiële thrillers. En daar kwam ik pas van eentje tegen die mij wel aansprak, namelijk deze shadow banking deel 3, de Griekse bom. Toen ik wat nazoekwerk ging doen over deze reeks, tikte ik shadow banking in, in Google. Maar ik kwam niks van strips tegen. Ik kwam alleen maar verwijzingen tegen naar allerlei websites over financiën en over bankzaken. En natuurlijk, ik had het ook moeten weten, shadow banking, schaduwbankieren. Bankieren buiten het zicht van bijvoorbeeld de wettelijke toezichthouders om. Oftewel criminele activiteiten. Deze spannende financiële thriller die duikt in de oorzaken van de grote financiële crisis van 2008, waar we eigenlijk nu pakweg negen jaar later toch in meer of mindere mate nog steeds wel de gevolgen van kunnen voelen. Ik bedacht mijzelf van, oké, okay, een financiële thriller? Ja, wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Dat zal veel over mensen in kantoorgebouwen gaan en droge taaie stof misschien wel. Gaan ze dat boeiend maken? Ik sla de eerste pagina open en ik zie dit. Oké, okay, we beginnen gewoon echt meteen vol met de actie. Ontzettend gaaf en ook gewoon ontzettend gaaf getekend. En ja, dat begint al meteen goed. De hoofdpersonen uit deze regen Mathieu Dorval, die uh, samen met zijn mentor, de nummer twee bij de ECB, oftewel de Europese Centrale Bank, zij gingen met z'n tweeën onderzoeken wat nou de oorzaak is van die crisis. Die hoge heren in die mooie pakken, dat lijken wel mensen die begaan zijn met ons, die goed willen zorgen voor ons geld, maar. Een heel mooi voorbeeldje in dit boek is even als er iemand komt die iets gevonden heeft wat niet klopt en net even de verkeerde persoon aanspreekt om dat te willen gaan vertellen. Hè? Een klokkenluider dus. Nou, wat er met hem uiteindelijk gebeurt laat even zien dat die mensen die, hè, die hoge posities in de financiële wereld bekleden, dat die soms overlijken gaan om... Hun eigen belangen veilig te stellen. Dat is gewoon de rode draad in dit verhaal. Uiteraard wordt deze doorval ook het middelpunt van een jacht. Want ook hij is iets op het spoor en hij moet natuurlijk gestopt worden. Dus alles bij elkaar krijg je hier natuurlijk niet alleen maar een droog verhaal over cijfertjes en bankzaken mee. Nee, het wordt meteen ook een verhaal vol met actie. En het leest heel lekker vlot. En ja, jongens, het tekenwerk vind ik echt fantastisch. Daar dit soort prachtige decors. Zitten erin. En ja, er is er nog eentje die ik echt even moet laten zien: dat is deze. Dit vind ik zo ontzettend gaaf. Dan denk ik: wauw. Het is een lekker vlot verhaal dat als je eenmaal aan het lezen bent, ondanks dat er best wel veel personages in zitten, je, je gaat toch wel mee in het verhaal. En naarmate je leest, kom je achter wie nou de goede zijn, wie nou de slechte zijn. De goede zijn er niet zoveel, de slechte zijn er behoorlijk wat meer. Het album eindigt met een enorme cliffhanger. Echt wel zo'n zo wow gevoel. Dat is best wel heftig. En ja, dat smaakt echt. Wat mij betreft, smaakt dit echt naar meer. Ik vond het echt heerlijk om te lezen. En ik heb genoten van het prachtige tekenwerk. Dat bovenal. Even over de mensen die het gemaakt hebben, dat vond ik ook wel heel interessant. Ik laat ze alvast even zien. Dit zijn de mensen die het gemaakt hebben. En daar is even iets bijzonders mee. Het prachtige tekenwerk is van Eric Chabert. Dat is echt fantastisch mooi. De inkleuring is van Stambuco, oftewel Bruno Tatti. Ook heel erg mooi. Het is ook een hele realistische tekenstijl, maar echt fantastisch mooi gedetailleerd gedaan. Daar kan ik echt van genieten. Maar het scenario, dat, dat is even interessant. Het scenario is geschreven door Erik Corbeiran. Die man, ik heb hem even opgezocht en je vindt de link even onder deze video. Dan kun je even zien de lijst aan strips die die man gemaakt heeft. Dat is echt ongelooflijk veel. Echt, die man, nou ja, dat is dus een van de hardst werkende scenaristen in de strips. Ondanks dat is dit pas het eerste wat ik van zijn hand lees. Dat is, dat is wel wonderlijk. Maar goed, maar er stond nog een naam bij, Sylvain Lacaze. En ik had echt zoiets van die kon ik eigenlijk op die site, die data, Franse databank van allemaal strips. Die naam die kon ik niet vinden. En nou blijkt, ik heb daar even naar gegoogeld. En nou blijkt dat dat een man is geweest die jarenlang bij allerlei banken heeft gewerkt. Die dus gewoon helemaal thuis is in die hele financiële wereld. En hij is. Ik vermoed als een soort adviseur is hij betrokken geweest bij het maken van deze strip. En dat geeft tot even een extra realistische lading aan dit hele verhaal. Het is natuurlijk fictief. Maar aan de andere kant, dat er op zo'n hoog niveau, waar zulke grote belangen spelen, soms ja, niet al te lekkere spelletjes gespeeld worden. Misschien ben ik een conspiracy theorist. Misschien denk ik te ver na, maar ik. Ja, ik kan dat wel zien dat dat daadwerkelijk gebeurt. Met name even de belangen die hierin uitgedrukt worden en wat er gebeurd is in Griekenland. Hoe dat even vertaald wordt, dan denk ik bij mezelf. van Zo onrealistisch vind ik persoonlijk dit niet. Maar goed, dat is mijn mening. Ik vond het in ieder geval een gaaf boek om te lezen. Ik ben zeker benieuwd wat zijn jouw gedachten daarover. Laat ze achter als een comment onder deze video. En ga deze halen bij je stripwinkel Shadow Banking deel 3, de Griekse Bom. Veel leesplezier alvast en bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.